Dat is de eerste keer in de geschiedenis van de Talente Zeeën in de Lucht dat er een extra dag aan te pas moest komen om de deelnemers naar beneden te krijgen. Maar de sfeer was zeker niet minder. Integendeel, let eens op het gezicht van de man voorop. Die lijkt een beetje Piet Bamberger. En dat is heel leuk. Alleen hij vindt het niet zo leuk dat hij daar steeds mee wordt vergeleken. Maar misschien dat u nu kan worden vergeleken met een groot sportman. Want ze gaan ervoor. Er staat nog geen tijd op de klokken. En te kijken of op dit goed naar beneden kan komen. Nou, ze sturen een beetje bij. Ze remmen een beetje af, ook met de voeten. En dit is het eerste moeilijke moment. De bocht. Ze komen bijna haaks op de bocht te staan. Maar voorlopig glijzen naar beneden. En nu is het zaak om zo snel mogelijk naar beneden te gaan. En om niet je voeten dwars te zetten, want dan breek je je enkels. Want ze gaan behoorlijk hard. Pietje durft niet meer te kijken, die voorop zit. En nu die laatste bocht. Daar komen ze redelijk doorheen. Het zijn niet echte wagenhalsen, dat kunnen we wel zeggen. Maar ze gaan ervoor. De voorste man kan absoluut de bel niet zien. En toch, 42-29. Let it snow, let it snow, let it snow. Dan hebben we Noël Geutjes, is assistent-manager in een supermarkt. Volgens mij hebben ze daar hele andere karretjes. Hij heeft ook, bij het publiek. En daar gaan ze het gaan om. Het gaat onmiddellijk mis. Zonde. Berry Weijers komt uit Voorhout. Hij is 22 jaar. Het ziet er heel snel uit. Kijk naar die skis eronder, maar dan komen er ook meteen de voetjes. Van, oh jee, we durven wel, maar eigenlijk niet. Nou, dit is een soort surplus bij het wielrennen. En de wieltjes gaan ook niet echt meer goed, maar dat is alleen maar camouflage. Het gaat om die skis. Kijken we naar de tijd. 22 seconden bij het doorgaan van deze bocht. Ja, het zijn mensen die bij een automatiek vragen of iemand anders het loketje open wil doen. Anders kan het misschien wel eens pijn doen aan hun handen. Ze hebben een beetje angst. Zoiets. We zitten inmiddels over de 45 seconden. Het wordt niet de snelste tijd, maar ze komen er en kunnen het navertellen op één verjaardag. 50-58. Op deze beijsde helling in Koertsras. En ze gaan ervoor. En iedereen was heel benieuwd hoe die tijd van 24-64 honderdjes zich zou houden. Want ze gaan heel goed naar beneden. Kijk eens. Heel simpel. Heel makkelijk. Helemaal geen angst. Gewoon rustig naar beneden sturen. En het lijkt een fluitje van een cent. Kijk, daar ook nog even de correctie. Even op het randje staan en bellen voor een goede tijd. Prima, 28-51 honderdste. Hans Peters, hij komt uit Eerbeek, is 36 jaar, is monteur en heeft zich prachtig mooi in elkaar gezet samen met Henk Drog en Martin van Mauwijk. Nu maar eens kijken hoe het gaat. Als u donkere plekken ziet, denkt u nou niet, daar ligt geen sneeuw meer. Daar ligt genoeg sneeuw, maar we hebben het alleen gedaan om de vaart wat te doen verminderen. Want na deze bocht die hij goed pakt, gaat het vrij steil naar beneden. Daar krijgen ze ontzettend veel vaart. En nu maar eens kijken hoe hij die laatste bocht gaat insnijden. Dat is niet echt makkelijk. Hij doet dat goed. Oh, hij gaat iets te hoog. En dan gaat het fout. Hannes en Walter, ze werken bij het NOB en ze vinden het altijd leuk om mee te doen, maar wij vinden ze net iets te professioneel om in aanmerking te kunnen laten komen voor de originaliteitsprijs. Maar het inspireert wel heel veel deelnemers en wat ook heel belangrijk is, is dat ze goed naar beneden gaan. Het ziet er dus niet alleen mooi uit, maar een goede tijd kunnen ze neerzetten. Dat maakt niets uit waar ze werken en ze gaan voor een goede tijd. Ze botsen een beetje tussen de wallen door en komen dan uiteindelijk goed naar beneden. Die laatste bocht, hij ligt iets ruimer, we zien het en de tijd. 24-64 honderdste, de beste tijd gaat er niet aan, maar het is een prestatie hoor. En daarbinnenin is gewoon een heel lekker tafeltje met een paar bierpullen en een lekkere hap. Kijk maar. Nee. Eén begint te slaan en dan de andere eroverheen. Ai, 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 ook daar gaat het fout. Laatste stukje. Jongen, 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 jongen. Dat gaat goed. En kijk, dat is echt strijden.